Alle Saramakaners in dienst van de overheid hebben morgen een vrijdag gekregen in verband met de herdenking van Samakadaka, Dag der Saramakaners. De commissie herdenking 19 september Samakadaka heeft vandaag een persconferentie belegd om het belang van deze dag te benadrukken. Rinaldo Huur, voorzitter van de commissie van Samakadaka, zegt dat deze dag sinds 2007 actief wordt herdacht. Huur zegt dat de herdenking van 19 september dit jaar meer gestalte zal krijgen. Hij zei dat op 19 september 1762 de Samaka-stam een vredestraktaat tekende met de koloniale overheid. De strijd die toen geleverd werd, was volgens hem niet voor het verkrijgen van de vrijheid. Het was een strijd dat onze voorouders hebben gestreden om hun vrijheid te verdedigen. Verdedigen van de vrijheid die ze al hebben, want niemand heeft ze gegeven. En dat was de strijd van onze voorouders met de koloniale overheid. Het was niet een strijd om vrij te zijn, maar het was een strijd van hun om hun vrijheid te verdedigen. En 1762 was eigenlijk de dag waarop de koloniale overheid het niet meer konden nalaten, want de slag die onze voorouders toebrachten aan de plantages was niemals. Huur geeft aan dat de toenmalige koloniale overheid voor 1962 reeds probeerde om vrede te sluiten met de Samaka, echter zonder succes. Hoe had je ook andere afspraken die ze hadden, die niet zijn doorgegaan. En uiteindelijk, toen de koloniale overheid zag van, wat wij konden doen om rust te brengen in de plantage, is om vrede te sluiten met de Saramakaners. Want wij konden ze niet meer bestrijden. En zo is 1762, 19 september, gekomen. Aldus Rinaldo Huur, voorzitter van de commissie herdenking 19 september Samakadaka. De commissie houdt vanavond een lezing om meer over de geschiedenis van de Samaka te vertellen.